Sammy Idrissi, de eerste serieuze wedstrijd van de voorbereiding zit erop. Wat voor gevoel heb jij aan deze wedstrijd overgehouden? Goed gevoel. Natuurlijk is het nu 2e week in de voorbereiding. Dus je bent nog niet topfit fysiek. Dus het is altijd goed om onder goede weerstand de wedstrijd te spelen. Dus wat dat betreft was het een goede, leuke uitdaging. En daarbij denk ik was het ook een goed moment om te kijken. Om eigenlijk te werken na de 26e van deze maand voor de eerste serieuze pot. Dus dat is wel goed. Je scoort direct. De enige goal voor je eigen team. Lijkt me lekker. Het is altijd goed om van waarde te zijn voor het elftal. Het zij door een doelpunt of assist. Ik moet zeggen dat het echt een goede counter was van ons allemaal. Wat dat betreft was dat heel mooi. Zonder dat we uiteindelijk de 1-0 voorsprong weggeven. Maar goed, dat gebeurt. Je moet deze wedstrijd gewoon gaan analyseren en kijken wat de goede dingen waren en wat beter moet. Kun je daar eens een voorzetje in geven? Wat waren de goede dingen vandaag? Ja, ik denk dat we qua arbeidsintensiteit goed arbeid hebben geleverd. Dus dat was natuurlijk het belangrijkste. Hè, wat gaat om de arbeid in de eerste weken. Dus dat was wel goed. Verder is het zo dat de voetballen nog wel veel beter kunnen en veel beter moeten. Maar dat heeft ook tijd nodig, weet je. Dat is ook logisch in de 2e week. En verder, weet je, we hebben lang geen tegengoal tegen gehad. We hebben weinig kansen weggegeven, denk ik. Dus dat zag er ook wel goed uit. Wat zijn nou jouw persoonlijke doelstellingen voor het komend seizoen? Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet echt over nagedacht. Omdat ik nu in een fase zit waarin ik gewoon arbeid moet leveren. Dat is het belangrijkste, niet alleen ik, maar het hele team. En eigenlijk gedurende het seizoen, wanneer je eenmaal een beetje begonnen bent, ga je nadenken over doelstellingen. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat de doelstelling van het team is. En dat is dat we nog steeds attractief voetbal willen spelen. Heel aanvallend voetbal willen spelen. Veel kansen creëren, weinig weggeven. En dat we die lijn eigenlijk wel vorig seizoen door moeten zetten. En hopelijk dit jaar wel met een mooi resultaat. En dat moet gewoon een prijs zijn.